Ben je benieuwd wie er naast, boven of onder je woont? Bezoek dan eens een avond van de Selwerder Stories in het buurthuis De Berk. Tijdens een Selwerder Storyavond vertellen sprekers uit de wijk hun verhaal. Maar het is niet de bedoeling dat je alleen luistert. Er wordt iedere keer een activiteit georganiseerd, zodat je andere wijkbewoners leert kennen. Vanavond krijgen de inwoners van Selwerd een aantal stellingen voorgeschoteld waarover ze in gesprek moeten gaan. Een van de stellingen is: wat is het mooiste plekje in Selwerd en waarom? Ja, ik vind het Sleedoornpad zo prachtig. Waarom, weet ik eigenlijk niet, maar die bomen en de rust die daar vooruit gaat, ik vind het fantastisch. Voor mij is dat hetzelfde behof. Dat is zo prachtig mooi. Voor een ander is er weer iets anders. En dan kan het park zelf het zijn. Of het weggetje langs het Van Starkenborgkanaal. Dat is ook schitterend mooi. Al 40 jaar woon ik in de wijk. In hetzelfde huis aan de Berkenlaan. En de instellingen en voorzieningen vind ik geweldig in Selwerd. En er moet eigenlijk nog meer gebruik van gemaakt worden. Waar loopt je hart voor en ja, waar loopt je hart weg? Dat vind ik mooi. En je antwoord? Oh, meer samen zijn eigenlijk. Meer samenhang in de wijken. Meer bij elkaar komen en contacten leggen. Meer interesse voor elkaar. Het favoriete plekje in huis? Mijn favoriete en leukste en de warmste plekje in huis, dat is mijn stoel in de linkerhoek van mijn huis. Met een kleine duwtje, dan gaat de voorstuk naar boven, gaan mijn voeten hoger liggen. En dan staat mijn tv aan en dan kijk ik een mooie detective. Ja. Wat is de meest interessante stelling? Als ik een miljoen zou winnen, wat zal ik hier in Selwerd mee doen? Ik ga verhuizen van één straat naar een andere waar geen studenten wonen. Want die geven een beetje overlast? Een beetje, maar ik wil ook gaan met mijn buren, meneer Bouwmeester en zijn vrouw. Want ik vind ze fantastisch. En dat zijn de buren? En wat vindt u van deze avond? Ik vind dit hele fijne avonden. Dit is de derde keer dat ik hier kom. Ik vind het hele goede avonden en goede contacten krijg je dan. Heel gezellig. Ik zie steeds meer mensen komen en steeds meer nieuwe gezichten, nieuwe verhalen. Ik zit hier gewoon heerlijk te genieten.